Ik spreek in het Nederlands. En dat valt vanavond een beetje op. Omdat iedereen in het Engels spreekt. Maar de rechtstaal in Nederland is Nederlands. En ik behoor, als ik pleit, dan ook in het Nederlands te pleiten. En dat doe ik dan hierbij. Kom ook erg goed uit. Want mijn Engels is een beetje van het niveau van Louis van Gaal, ben ik bang. Als ik op borrels en partijen sta, dan zijn er altijd twee vragen die mij worden gesteld. Je hebt zo'n beetje de top 3, de top 4 vragen. En van alle vragen die mij worden gesteld is de eerste vraag: hoe is het eigenlijk om iemand te verdedigen als je weet dat hij het gedaan heeft? En de tweede vraag is: zou je eigenlijk ook officier van justitie kunnen zijn? En of hij het heeft gedaan, is gelukkig niet aan mij. En ik zal en ik wil dit ook nooit echt beoordelen, en dat is maar gelukkig ook. Daar is een rechter voor. En het enige dat telt voor mij is dat iemand een eerlijk proces krijgt. En dat niemand veroordeeld wordt zonder dat daarvoor een hele stevige basis is. En ik hoop dat ik van iedere zaak dan ook een bijzondere weet te maken. Want voor mij is mijn werk, denk ik, meer dan een ambacht. Ik wil een soort vuurtje voelen flakkeren om mijn zaak goed te kunnen bepleiten. Ik denk dat mijn vis in het water gevoel als advocaat voor een groot deel ook te maken heeft met mijn oerangst om genaaid te worden door een almachtige overheid. Dat lijkt me toch het allerengste dat er is. Kijk maar eens in heel veel plaatsen op deze wereld. En een aantal maanden geleden werd ik onverwacht geconfronteerd met de tweede meest aan mij gestelde vraag. Ik werd benaderd door een ongeneeslijk zieke jonge vrouw met longkanker, moeder van 4 kinderen, met een totaal andere zaak dan de zaken die ik normaal doe. Ik doe normaal moord, doodslag, van alles, maar niet een zaak waarin ik gevraagd werd om als een soort formele aanklager, om als een officier van justitie op te treden. En natuurlijk niet een officiële officier van justitie, maar wel een feitelijke. Want zij vond dat de tabaksindustrie haar met voorbedachte raden verslaafd heeft gemaakt aan het vergif dat sigaret heet. En ze wilde dat ik de tabaksproducenten voor de strafrechter zou brengen. Iets wat nooit eerder is gebeurd op de hele wereld niet. En ik kon ook niet helemaal begrijpen waarom dat nooit eerder gebeurd is. En ze wilde er geen cent aan verdienen. Ze zei: ik wil dat mijn kinderen beschermd worden in de toekomst tegen de in de supermarkt aangeboden liggende pakjes van dood op termijn. En ik zou in die rol een aangifte moeten gaan doen bij de echt officiële officier van justitie van strafbare feiten gepleegd door de tabaksindustrie. En het was gek, maar die nieuwe rol die voelde in deze zaak direct goed. Vechten tegen een macht groter dan de staat. Tegen een industrie die in alle haarvaten van de samenleving doorgedrongen is. Tegen een industrie die het roken volstrekt normaal heeft gemaakt. Maar welke strafbare feiten hebben de tabaksproducenten dan eigenlijk gepleegd? En direct, meteen, werd ik door mijn 30 jaar lang gebrainworste en verslaafd gemaakte rokersbrein, ik, 30 jaar lang verslaafd geweest, teruggefloten met stereotype tegenwerpingen in de sfeer: je doet het toch zelf? Je weet toch waar je aan begint? En ik, al 15 jaar clean, u kunt rekenen hoe oud ik ongeveer ben, zoals velen, ik liep direct in de val van de eigen schuld, dikke bult, wat iedereen zegt. En het was daardoor heel erg nuttig om met mijn strafrechtelijke bril op te gaan kijken en me onder te dompelen in een wereld die tabak heet. En ik ontdekte gaandeweg dat die sigaret die u graag tussen de lipjes steekt een extreem doordacht en hyper doorontwikkeld geniaal product is, waarbij niets, maar dan ook helemaal niets aan het toeval is overgelaten. En dat die sigaret overvol toevoegingen zit die maar één doel dient. En dat doel is de roker zo snel mogelijk tabaksverliefd te maken. En ervoor zorgen dat die geliefde nooit meer losgelaten wordt door de roker. En de tabaksbonzen, die beseffen dat zeer goed.
als geen ander. En ze hebben er ook voor gezorgd dat die trouw als vanzelf tot stand komt. En hoe hebben ze die trouw nu eigenlijk gecreëerd? Door toelevering van nicotine. Want hoe meer nicotine je inhaleert, hoe heftiger verslaafd je wordt. Ik vind dat nicotine een wolf in schaapskleren is. Een druk die qua gedragseffect niets anders van je maakt. Je gaat niet raar praten en je krijgt geen bloeddoorlopen ogen. Je gaat niet wankelen, je doet niet vreemd. En de wolf in het schaap is de verslaving. En ik hoor een oud roker of een verkoud iemand, hoor ik even roken. Want nicotine is net zo verslavend, dames en heren, als cocaïne en heroïne. En bam, eigenlijk hebben die tabaksbonzen, die hebben het geniaal gedaan. Een druk die je niet idioot maakt en toch een druk die net zo verslavend is als cocaïne en heroïne. Alles, twee vliegen in één klap. En de nicotine is de veroorzaker van de directe en superverslavende, maar toch die onopvallende, bijna niet te grijpen high. De verschaffer van de instantbeloning tijdens het inhaleren. Op dat moment, terwijl je inhaleert, tijdens een borreltje, momentje voor jezelf, tijdens een goed gesprek, na de seks, zonder die stiekeme kick zou je hem niet roken. En dat weet u wellicht allemaal, althans als u een roker bent geweest. Want als je begint met roken, dan weet je dat die eerste sigaret, daar moet je je doorheen worstelen, die is ronduit vies. En die wordt, na een aantal weken wordt die sigaret, die wordt lekker. En laat dat nou net samenvallen met het moment waarop je daadwerkelijk verslaafd bent. Die twee momenten die vallen samen. En om die sigaret nog aantrekkelijker te maken, wat heeft de tabaksfabrikant ook gedaan? Die heeft er allerlei stoffen aan toegevoegd. De beroemde additieven. En die additieven die hebben een zekere werking. Een geniale werking. Want additieven die verbrand in je longen terechtkomen, die werken ook als antidepressivum. Geen wonder dat het lekker is. Geen wonder dat je verslaving er extra door gevoed wordt. Wat iets anders is, wat de sigaret geniaal, maar ook crimineel maakt, dat is dat de sigaret zo geconstrueerd is, dat als je hem inhaleert, dat de trilharen in je longen, dat ze stilgelegd worden, dat ze lamgelegd worden, dat ze geanesthesieerd worden. Want stel je toch eens voor, beste mensen, dat je zou gaan hoesten als je een sigaret rookt. Dat zou je namelijk kunnen weerhouden van het roken. Dat is toch echt de bedoeling niet, volgens de tabaksproducent. En daar moest natuurlijk iets op verzonnen worden. En dan gooien er toch anesthesierende stofjes in. Hoe crimineel is dat? In die filter, een gladde filter, waar je niets aan ziet, daar zitten onzichtbare kleine ventilatiegaatjes in. Why? Mijn eerste Engelse... Eindelijk! Why? De onzichtbare gaatjes. Om de officiële rookmachines, want ze moeten natuurlijk voldoen aan allerlei normen, de inhoud van die sigaret, om de officiële rookmachines voor de gek te houden. Kijk hoeveel ik nog heb. Mijn god, ik heb nog maar 11 seconden. Dat kan niet waar zijn. De sigaret is een effectieve sloper en u heeft geen idee hoeveel mensen er per jaar aan doodgaan. 20.000! En ik ben nog lang niet door mijn pleidooi heen. Want als het... Mag ik door? Godzijdank! Ik mag door! Yes! Want nu kom ik eigenlijk pas aan mijn verhaal. Want het allerergste vond ik namelijk te ontdekken dat 80% van alle volwassen rokers als kind is begonnen. Ik was 15 jaar toen ik begon. En ik was jong en heel zorgeloos en onvoorstelbaar dwars. En ik was totaal niet bezig met de toekomst. En ik vond mezelf echt stoer. Ik rookte gitaan. Gitaan, dat, zonder filter overigens. Maar ik vond het zo stoer. En ik realiseerde me pas dat ik verslaafd was. Want junkensmoesen, dat hebben ze allemaal, de verslaafden. Toen mijn dochter, net lezend, op de lagere school zei, mama, ga jij nu ook dood?
Ze kon net lezen en ze las wat er op het pakje stond. En ik had alle smoesen van de wereld. Ik zei altijd, ik stop als ik eraan toe ben. Ik kan stoppen wanneer ik wil. Ik zei, ik vind het gewoon lekker. En ik googelde en nu kom ik echt aan de kern. Ik googelde en ga allemaal googelen op children, tweede Engelse term, smoking. En Indonesië. En u komt op een korte documentaire van ABC. En u ziet daar ernstig verslaafde 8, 9, 10-jarige kinderen in Indonesië. Die helemaal niet weten wat junkersmoezen zijn. En die hun verslaving dus ook helemaal niet ontkennen. En wat ik bij hen zag gebeuren was de craving voor sigaretten. De scènes die ze bij hun ouders maakten als hun eerste pakje van de dag op was en ze toe waren aan het roken van hun tweede pakje. En zij leverden mij het verbijsterende bewijs wat het verslaafde nicotinebrein met je doet als je een vaste relatie hebt met die klote sigaretten. En zij leverden mij ook de sleutel voor het antwoord op de vraag of het haalbaar is om die tabaksproducenten te laten vervolgen voor door hen gepleegde misdrijven. Dus niet een civiele zaak misdrijven. Daar heb ik het over. Zij lieten mij zien, deze kinderen, zij lieten mij zien dat de verslaafde roker, dit kindje laat het zien, beroofd is van zijn vrije wil om al dan niet te roken. Dat hun brein met voorbedachte raden ziek is gemaakt door de tabaksproducenten. En dat ze die verslaving beogen. Ze willen het. Door die vernuftig uitgedokterde sigaret, want die sigaret dat is alleen maar een pakje, een verpakkingtje met een dosis nicotine. En dan kom je wat mij betreft, beste tabaksbonzen, maar niet heus, niet weg met de mantra dat je zelf voor je verslaving kiest. Als je zo bedrogen en gemanipuleerd wordt om sneller en heviger verslaafd te worden dan je zelf voor mogelijk hield, is het dan echt je eigen schuld dat je verslaafd bent? Nee. De tabaksproducenten die lachen zich helemaal suf. Al decennia lang door deze door hen wijdverbreide brainwash. En nu moet het lachen ze maar eens vergaan. Ze moeten maar eens beseffen dat verslaving een officieel erkende ziekte is. Een erkende en in het medisch diagnostisch handboek DSM-5 beschreven ziekte van het brein. En dat het in ons land strafbaar is. Een misdrijf is om iemand expres ziek, lees verslaafd, te maken om andermans gezondheid opzettelijk te benadelen. Ze kennen de gevolgen van de verslaving, ze weten hoe gevaarlijk hun product is en die gevolgen die nemen ze totaal onverschillig, totaal greedy for money, op de koop toe. Ja, zij verdienen ook een eerlijk proces, natuurlijk. Maar deze keer zal ik met plezier aan de andere kant staan, klaar om deze witte boorden een duwtje te geven in de richting van een wat mij betreft hele terechte veroordeling. Dank u wel.